Ja. We zijn in afwachting van de vernissage, de herinnering. Kunstenaresse Irene Bessings heeft deze ingericht. En beneden is het al een geroezemoes, er komen heel veel mensen. Dus het is nu nog heerlijk rustig om de kunstwerken te kunnen bekijken. En straks spreken we ook nog even met Irene Bessings zelf. Goedemiddag, het is zover, de vernissage. Ik zag al een aantal mensen binnenkomen lopen. En herinnering, kun je wat vertellen over herinnering? Herinnering, ja. Alles wat we ons herinneren heeft een eigen kleur en verandert steeds. En daarom heb ik deze objecten gemaakt om van een materiaal dat flexibel is, dat verandert, dat kwetsbaar is, want alles wat we ons herinneren, herinnert iemand anders zich weer op een andere manier. Dus het is een vergankelijk plaatje wat je ziet. Ja. Klinkt heel mooi. En waar ben je geïnspireerd? Waardoor ben ik geïnspireerd? Het is elke keer zo dat als ik mezelf een vraag stel, me ga voorstellen hoe andere mensen daarmee omgaan. En als ik dan daarover ga nadenken, ga ik soms erover lezen. En dan, dan ontstaan er beelden. Ja. Dit zijn de herinneringen, maar er zijn nog twee andere hele mooie kunstwerken, kleurig. En drie. Ja. En dat is gemaakt van restmateriaal? Nou, ik heb vriendinnen en vrienden van me gevraagd om symbolen te zoeken voor hoe ze gegroeid zijn in hun leven. En daar hebben ze me symbolen voor gegeven. En die symbolen heb ik vertaald vanuit mijn historie naar die vrienden. Dus als jij me iets vertelt, dan kleur ik dat in vanuit mijn eigen achtergrond. Dus dat heb ik hier ook gedaan. Hartstikke bedankt en heel veel succes vanmiddag bij de opening. En het komt allemaal goed. Ja, ik hoop het. Ja, ik denk het. Bedankt. Dames en heren, welkom. Familie, vrienden, belangstellenden, kunstliefhebbers, welkom. Op deze troosteloze dag. Maar hier schijnt het zonnetje. He? We zijn hier bij elkaar om te genieten van de kunstwerken van Irene, die nu er helemaal een beetje verscholen staat. En die prachtige werken hier heeft neergezet en opgehangen. Daar hebben we van de week al van kunnen genieten. Mijn naam is Theo Broersen. Samen met Lutge Smit, waar staat Lutge, bestieren we hier de kunstzaal. En dat doen we niet alleen, dat doen we met allerlei vrijwilligers eromheen, zoals jullie gezien hebben beneden. Dit museum wordt gerund door louter vrijwilligers. En daar zijn we heel trots op, dat het zo'n prachtig museum is. Ik ga natuurlijk niet zo heel veel vertellen. Ja, Irene is enorm zenuwachtig, mensen. Dat mag je best wel weten. Nee, want dat is niet graag in de middel. Nee hoor. Maar iedereen wordt toegesproken door deze man. En dat is een fan van het eerste uur. Nul uur zelfs. Nul uur? Ja, kan haast niet. Ja, ja. En verantwoordelijk, eigenlijk heb ik begrepen, het zaadje geplant bij iedereen. Morgen. Nou, dat vind ik wel heel druk. Nou, hebben we straks. Ja, Irene, ik vind het heel belangrijk dat je toch helaas een beetje het middelpunt gaat staan. Ja. Maar iets gaan we een beetje daar staan. Ja. Goed. Voordat Irene 10 jaar geleden begon aan haar opleiding in Genk, had Maaike, die staat daar, Irene een uitdaging gesteld. We hadden door dat Irene in een proces zat om weer een kunstopleiding te gaan doen. Maar ze vond het lastig en dus heeft Maaike haar een vriendelijk steuntje of duwtje in de rug gegeven. Nou, we weten waar het over gaat. Mooi kunstwerk van Maaike. In de jaren daarna hebben we regelmatig kunnen zien met welke energie, vasthoudendheid en twijfel Irene met haar geliefde kunst bezig was. Niet alleen bezig was, maar vaak ook een symbiose aanging met haar werk. Elke emotie,
Elke techniek en uitvoering moest precies kloppen met datgene wat Irene, de toeschouwer, jullie, wilde vertellen of wilde laten voelen. Thuis lagen ontwerpen verspreid in de woonkamer. Het lag vol, de vloeren, de stoelen, alles lag vol. Met prachtige ontwerpen waar je mee bezig was. Ondefinieerbare structuren die zouden uitmonden in kunst, die zou gaan ontroeren, verbazen, aan het denken zou zetten of gewoon mooi was. Hele studies zijn er gewijd door jou tot het tot stand komen van een object waarbij de gedachtegang van Irene niet altijd lineair was. Nee, maar toch logische, ondefinieerbare kronkels kon bevatten. Ja. En we weten al twee wat ik bedoel. Ja. Toen we in 2018 in Genk waren met het hele gezin om een expositie van je te komen bekijken, kreeg je een oeuvreprijs. Wat was het een feest om daarbij te mogen zijn. Je hebt me de filmpjes nog gestuurd, ik heb het natuurlijk nog bekeken en ik was weer zwaar onder de indruk hoe je daar stond. Je kon bijna niet geloven dat je de prijs had gewonnen. En onwendig stond je daar op het hoogst haalbare kunstpodium. Je weet het nog. Ik weet het zeker. Daarvoor hadden wij als gezin door een iets wat donker oud gebouw gelopen op zoek naar jouw werk. Er waren allerlei kunstenaars daar natuurlijk bezig, maar we kwamen voor jou. In de ruimte waar jouw werk stond, ligt het op. Net zoals nu. Ja. Ja, maar daar ook. En werd je geconfronteerd met werken waar je al naar moest kijken. Zo groot en met zoveel kleur. Veel wol, gewikkeld op allerlei voorwerpen. Dat ga je zo meteen doen om zelf ontdekken en zien. Vanzelfsprekend ga je op zoek naar herkenning in deze prachtige grote objecten. En verbanden waren die er ook. Er lijkt geen logisch verband als je zoals buitenstaander kijkt. Maar natuurlijk is die er wel. De verhalen achter deze objecten zijn er vele. Ingewikkeld soms ook. Kom er maar eens achter. Want wat is er nou eigenlijk allemaal te zien? Was het allemaal echt zo ingewikkeld? Of zie ik daar nou echt een stukje treinrails? Ja, jij als krachtig kunstenaar... Ja, werd in geen geprezen om het werk en bekroond. Het werk werd onder andere omschreven als af, subliem, hedendaags, professioneel en volwassen. En ik zag ook kunde, kracht, uitdagingen en de mysteries. In mijn gedachten zag ik je voor je uitstaren, een klein stukje wol in je handen, om de structuur te doorgronden en het te laten samenvloeien met al je andere gedachten, ideeën en gevoelens. Als het zit.